Zo plaatste Jur Spijkers zich gisteren voor de halve finale van het NK in de klasse boven 100 kilo. Alsof het niets is, gooit hij met de 10 jaar oudere Martin Schildmeijer. En dus staat een 17-jarige jongen uit Tilburg opeens op het podium tussen de grote mannen. Ik ging met een goed gevoel de wedstrijd in en het liep ook goed af in ieder geval. Rustig en zelfverzekerd. Eigenlijk is Jur Spijkers in alles een jongere versie van zijn trainer en grote idool Grim Vuysters. Ja, dat heb ik altijd al gezegd, dat mijn grootste voorbeeld is. En ik heb geschreven vroeger in de vriendenboekjes van vriendjes altijd dat ik Olympisch kampioen wilde worden. Dus dan hoop ik dat ik nog beter word. 5 keer per week traint hij hier in Goorle met zijn grote voorbeeld. Ja, als hij die lijn vast kan houden, dan hoop ik dat hij nog veel meer prijzen gaat halen als ik ooit gedaan heb. Dus ook op de Olympische Spelen. Het belangrijkste podium dat Vuysters nooit gehaald heeft. In 2008 verloor hij een heftige concurrentiestrijd met Dennis van der Geest. En 4 jaar later mist hij de Spelen in Londen door een zware knieblessure. Dat hoofdstuk is nu voorbij. En nu hopen dat ik ooit die kans mag hebben als coach zijnde. Dat zou mooi zijn. Spijkers zelf twijfelt er in elk geval niet aan. Deze droom van Vuysters gaat wel uitkomen. Je kunt wel zeggen, kijk wel waar ik kom, maar dat schiet ook niet op. Je moet wel weten waar je naartoe wilt werken. Over wat hij nu precies leert van zijn idool is Spijkers duidelijk. Ja, het belangrijkste is denk ik om iemand gewoon kaart op zijn rug te gooien. En daar schrimt nog wel goed in. En Jur dus misschien nog wel beter.